Hey, John. John Dooms. Daar zijn we weer. John Dooms, Geoffrey Sips, lokale partij Vlissingen. Raadsleden voor de lokale partij Vlissingen. Zullen we ondertussen even doorlopen. Ik dacht, John, het is weer eens tijd voor een vlog. Het is weer even geleden. Maar we hebben een besluitenraad gehad en laten we weer eens een vlog doen. Mooi, dan kunnen onze kiezers en andere belangstellenden weer eens op de hoogte gebracht worden. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben eigenlijk net een hele vlog opgenomen. Maar achteraf is die niet helemaal goed opgenomen. Dus jammer, hè? We doen het nu even voor de tweede keer. Meestal zijn we de eerste keer wat sneller, maar of langzamer. Ja. We handen kijken. Besluitenraad, agenda? Ja, ik heb een goede vraag voor jou, hè, want jij bent onze expert. Oh, ja. Grondexploitaties. Wat een herziening grondexploitaties. Ja. Wat heb je ervan gedacht? Ja, de eerste herziening grondexploitaties. Ja, wat mijn verhaal was. Ik ga even voor je langzaam, dan kan ik hem even overpakken in mijn andere hand. Wat mijn verhaal eigenlijk afgelopen keren ook was bij die herzieningen. Is dat het best goed gaat in de gemeente Vlissingen. En dat we dus duidelijk zien dat door de jaren heen er steeds meer projecten worden gerealiseerd in de gemeente Vlissingen. Ik heb Klaverveld heb ik aangehaald. Ik heb de ketenmakerij heb ik aangehaald. Soeburg Noord. De ketenmakerij werd dus van de week werd dus de eerste paal geslagen. En je ziet dus ook in de cijfers van die grondexploitaties, die jarenlang gewoon knalrood waren. Die zijn nog steeds rood, maar die worden wat minder rood. Hè. Het gaat beter, er wordt gebouwd. Vlissingen zien dat gelukkig. En ja, dat is toch een puntje waarvan ik zeg, dat moeten we ook eens vertellen aan mensen. En er zijn ontzettend veel mensen enthousiast. Hè. Die willen heel graag kopen als je naar Klaverveld kijkt. Ja, de eerste fase is binnen nood aan uitverkocht. Ongekend. In juni wordt de eerste aangeslagen. Ja. Zo goed zelfs dat dus de tweede fase versneld wordt doorgevoerd. Ja, ja goed. Nou ja, en wat je ook ziet is dat het natuurlijk ontzettend belangrijk is dat je een stabiel politiek landschap hebt. Hè. Ik bedoel, al sinds 2010 hebben we een heel stabiel college, zeg maar. Ja, ja, ja. En waardoor je echt een consistent beleid kan voeren. Ja. Ja, dat gaat zich nu toch echt wel uitbetalen voor de gemeente. Ik ben er heel blij om. Ja, de gemeente, de inwoners, hè, wat we net ook zeiden. De gemeente, de inwoners ons. Ja, ja. Ja dat is mooi om te zien inderdaad. Wat ik ook mooi vond, wat eigenlijk blijkt, is dat we dus nu op dit moment klaar staan in Vlissingen. De gemeente Vlissingen staat klaar om nog eens een keer 600 woningen neer te bouwen in de gemeente. En die 600 woningen ook in allerlei soorten segmenten. En dat is natuurlijk een van de punten uit ons coalitieprogramma, dat we zeggen, joh, we hebben vrij veel laaginkomens in de gemeente Vlissingen. Daar leunden we veel te sterk op. Ja, en we willen graag dat we ook de middeninkomens en de hogere inkomens binnenhalen. Of tenminste binnenhalen, binnenhouden. En daar moeten we woningen voor bouwen. Dus we hebben afgesproken dat we daar dus ook woningen voor gaan bouwen. En die 600 woningen die nu, waarvoor de mogelijkheid bestaat om die te gaan bouwen, zijn dus allemaal in verschillende segmenten. Ook sociale huurwoningen, maar ook middeldure huurwoningen. En koopwoningen in het hoog- en middensegment. Ja, zodat je echt gewoon een heel evenwichtige samenstelling van je bevolking gaat krijgen. Ja, hè? Want, En dat heeft natuurlijk meteen effect ook op de horeca, de ondernemers. Je winkelbestand. Ja. Beslist. Ja, mooi. Ja. Hey, we hadden natuurlijk nog meer. Hè. We hadden bijvoorbeeld ook nog drie moties. Ja. Er was een kerkenmotie ingediend. Ja. Waarvan zowel de portefeuillehouder als de coalitiepartijen over het algemeen zeiden van ja, dat is veel te eng. Dat moeten we veel breder gaan bekijken. Hè. Want het gaat niet enkel om kerken, maar het gaat eigenlijk om alle bijzondere gebouwen. Cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed, ja. En daar is bijvoorbeeld Erfgoed Zeeland ook al heel druk mee. En die hebben ook benadrukt van gemeente, denk erom. Ja. De omgevingswet gaat eraan. En dan moet je dit soort activiteiten ook in inbedden. Ja. Ja. Dus de indieners van de motie die hebben hem even teruggehaald, zeg maar. Ja. Goed. En die gaan nu kijken of ze hem veel breder kunnen maken, waardoor iedereen zich erin kan vinden. Ja. En dan hadden we natuurlijk nog De grondwet, die was eigenlijk een vrij kleine motie, unaniem. Ja, die is zelfs aangenomen. Hè, door het college, die zeggen ook van ja, toch zeker in het kader van 75 jaar herdenking van de Slag om Schelde, zeg maar, zou dat heel toepasselijk zijn. Mm-hmm. Dus ze hebben het overgenomen en ze gaan kijken in welke vorm. En wat wilden ze? Ze wil de tekst van artikel 1 van de grondwet gewoon goed kenbaar maken of goed laten zien hier ergens in het gemeentehuis of in de raadzaal eigenlijk. Publiceren. Ja, publiceren. Nou, dat gaan we dus doen. Ja. En dan hebben we nog één motie over de piek. Ja, tot slot. Onze allerliefste piek. Ja, precies. Nou ja, je kan wel merken dat iedereen de piek natuurlijk een warm hart toedraagt. Mm-hmm. Maar portefeuillehouder kon ons nu ook een rapport laten zien. Mm-hmm.
Nee, nog niet. En, hij had hem in de hand. Ja, oké, maar we hebben het rapport zelf hebben gezien, maar die inhoud kennen we niet. Nee, precies. Die krijgen we binnenkort toegestuurd. En in juni gaan we er dan over praten, zeg maar. Ja. En dan heb je iets om over te praten natuurlijk. Hè? Want je kunt natuurlijk wel zo'n motie aannemen, maar dan ken je de consequenties nog niet. Dus we gaan nu eerst even afwachten wat de inhoud van het rapport is. Ja. De indieners van die motie die hebben hem ook teruggenomen in afwachting van. Ja. En dan dus medio juni, eind juni gaan we dus opnieuw kijken. En dan gaan we kijken of er aanknopingspunten staan in het rapport. En dat we kunnen kijken of we de piek, hè, dus de organisatie die piek, meer zekerheid kunnen geven dan alleen tot 1 september nu. Dus, ja, en, ik ben blij dat je het nog eventjes aanroept. Hè. Het gaat om het poppodium De Piek. Hè. Het gaat niet om het gebouw, zeg maar. Wat ze zelf uiteindelijk ook steeds benadrukken. Ja. Ja, goed, het is natuurlijk wel met elkaar verbonden, maar in eerste instantie dus om de organisatie. Exact. John, draai eens mee. Hoe? Waar zijn we? Kijk mensen, onze raadzaal. Leeg. We zijn de laatste, we doen de deur dicht, we doen het licht uit, maar nog even onze vaste afsluiter. Als jullie vragen hebben, stel ze hieronder, moet je altijd zo wijzen, hieronder. En we gaan graag met jullie in gesprek, we zijn heel erg benieuwd wat jullie allemaal bezighoudt en wat jullie belangrijk vinden in de gemeente Vlissingen. Dus heb je vragen, je kan ze hier gewoon stellen, je kan ze ook in een persoonlijk bericht stellen of via een mailtje of even bellen. Maakt allemaal niet uit. Maar stel ze alsjeblieft en laat ons alsjeblieft weten wat jullie ervan vinden en daar kunnen wij misschien mee aan de slag. Want we zijn gekozen door jullie, we zijn er ook voor jullie. Ja, we zitten er voor jullie eigenlijk. Ja, precies, zo is het. Hey, bedankt. Klaar gedaan, hè? Fijne avond, hè? Tot ziens. Oké, dank je. Hoi.